I wanna be the very best, like no one ever was. To catch them is my real test, to train them is my co-host. Goedemiddag iedereen, daar ben ik weer, ZeldaPlay20 terug met een nieuwe aflevering van Let's Play Pokémon Crystal. In de vorige aflevering hebben wij heel eventjes Leprosgrug verslagen. En ik weet het, het is donderdag, om heel eventjes dat erbij te gaan gooien. Het is donderdag, 3:33, goh, dat is een toeval. En ja, ik weet het, mijn stem die heeft me een beetje in de steek gelaten na Tomacon. Dus sorry daarvoor. Dus, maar omdat we nou toch bij de Elite voor zijn, soms kun je dus nog wel een beetje aan mijn stem horen dat hij een beetje gaat, maar dat maakt niet zo blij. Eerst eventjes wat wijzigingen. Ik heb offscreen toch maar die Pokémon eventjes getraind. Alle Pokémon zitten nu op level 40, behalve dan natuurlijk op Bolt. Die zit op level 41, aangezien dat hij daarvoor moest evolueren. In die level-ups is er één wijziging. Midna, die heeft een nieuwe aanval geleerd. Midna, die kende aanval... Fiend Attack. Fiend Attack is een dark type aanval die sterker is als Bite. Ik geloof ik uit het hoofd. Het is even sterk. Volgens mij was het iets sterker. Maar is zeker handig tegen psychische types. En Snibbit wou Rage leren. Rage is een aanval die dus zeg maar zorgt dat je aanval steeds sterker wordt. Naarmate hoe vaker dat je hem gaat gebruiken. Omdat je attack daar beter bij wordt. Maar die heb ik hem niet geleerd. Want leek me een beetje zinloos. Dus, maar voor de rest, dat zijn eigenlijk de wijzigingen. En natuurlijk gaan we nou eindelijk beginnen met de Elite Four. Je kunt eigenlijk zeggen dat dit bijna zeg maar... Ja, dit is eigenlijk van de main story het laatste verhaal. Nou, het belangrijkste wat je dus moet doen is zeker te zorgen dat je Pokémon geheeld zijn. Ik heb mijn lijst dit keer hier bij me, dus mijn aanvallen die staan hier naast me. Dus laten we maar beginnen met de Elite Four. Dus je loopt hier de trap door en we gaan hem hier saven, dat ik niet meer terug kan. En onze eerste trainer waar we dus tegen moeten gaan vechten, van de Elite Four, is onze Will. Welcome to the Pokemon League, Stefan. Allow me to introduce myself. I am Will. I have retrained all around the world, making my psychic Pokemon powerful. And at last, I've been accepted into the Elite Four. I can only keep getting better. Losing is not an option. Dit is dus Will, de psychische trainer van de Elite Four. Will... Ik heb Umbreon, oftewel onze Midna, die heb ik maar vooraan gezet, dus voor de zekerheid. Elektrisch type wil hier ook wel helpen in het begin, omdat ze begint met een Exatu, level 40. Met de aanvallen Quick Attack, Future Sight, Confuse Ray en Psychisch. Al haar Pokémon zullen de aanval Psychisch kennen en zoals we weten, Psychisch is een behoorlijke sterke aanval. Ik kan Shadow Ball wel gebruiken, maar ik begin gewoon met een mooie Faint Attack. Want Faint Attack is Dark, niet Ghost. En dat doet dus Same Attack bonus ook nog eens een keer. Dus misschien is het een one-hit KO. Nee, not a chance. Oké, dan gaan we daar Shadow Ball eens even kijken wat die doet. En oh nee. Confuse Ray al gelijk vanaf het begin. Ik heb wel genoeg healing items bij me om between battles om Pokémon wel te healen. Want je kunt dus niet, nogmaals, je kunt niet naar een Pokémon Center between deze battles. Dus... hou daar wel rekening mee. Ik heb Hyper Potions, Lemonade, water. Ik heb alles nog offscreen eventjes gehaald natuurlijk. En nou hoop ik dat dit genoeg doet. Hahaha. Oké, nou Exatu is dus verslagen. We krijgen daar lekker veel experience points voor. En we gaan dus naar de volgende Pokémon. Dat is een Slowbro. Ze doet het nooit op volgorde, want dat is niet haar volgende Pokémon eigenlijk, maar dat maakt niet uit. Slowbro, daar zet ik natuurlijk even Bolt voor in. Dan is de Confusion ook gelijk weg. Slowbro, level 41. Ik moet wel op A blijven drukken. Sorry daarvoor. Level 41 met aanvallen, Curse, Amnesia, Body Slam en Psychisch, zoals altijd. Nou, hoop ik dat ik hier gelijk een raketundig mee kan geven. Nee. Nou, die doet alleen Amnesia. Dat zorgt ervoor dat zijn special defense sterker is. Nog een keer Thunder. Goed zo. Ja, ik weet dat Rain Dance eigenlijk best wel goed zou zijn, maar ik heb op het moment geen Pokémon die Rain Dance... Oh, dat is gewoon Flame. Oké, dan gaat hij ook nog eens een keer zijn special attack omhoog. Of zijn, ja, special, of zijn gewone aanval en zijn gewone defense. Oké, we hebben hem verslagen. Geen probleem, geen probleem. Die houdt nogal veel van defense upkrikken en dan psychisch te gaan spammen als een ziekte. Dus we hebben onze eerste level up in onze Elite Four. En dat is Bolt op level 42. Goed, dan gaat ze beginnen met Jinx. Jinx is een ijstype, psychisch type. Dus ik denk dat ik daar Fireflame in ga zetten. Jinx zal zo komen op, waar sta je? Level 41. Met de aanvallen, Double Slap, Lovely Kiss, Ice Punch en Psychisch. Creepy.
Eigenlijk best wel een leuk weetje over Jinx. Jinx's Pokémon sprite die is aangepast wegens dat er heel erg veel klachten over hoe dat Jinx eruit zag. En is dus zeg maar met een paars gezicht neergezet in plaats van met een zwart gezicht. Misschien is het opgevallen bij de toekomstige, bij de nieuwere spellen. Maar ik vond dat wel leuk om te melden. Doet Quick Attack genoeg schade? Ik denk het wel. Kom op, zo'n hoge defense heeft hij nog niet. Dat dacht ik ook. Goed. Ik probeer wel de experience een beetje te delen aan iedereen. Dus ik kan wel overal wel een Midna voor gaan gebruiken. Want dan krijgen we weer een Exatu. Die heeft er dus twee van die maloten. En het is eigenlijk praktisch dezelfde moveset. Moveset. Alleen dan level 42. Dus nogmaals met Quick Attack, Future Sight, Confuse Ray en Psychic. Dus niet echt een... Nou, weet je wat? Laten we gewoon kijken of Shadow Ball nou meer schade doet. Want ja, Midna die is nogal traag. Maar die heeft zo'n goede special defense. Dat we dus daar eigenlijk geen special defense... Ja, die heeft zowel special defense als gewoon een defense. En Shadow Ball en Faint Attack doen eigenlijk bijna hetzelfde. Ah, ik doe nog een Shadow Ball, waarom ook niet? Confuse Ray, ik haat je! Allemaal van die vliegende vogeltjes over mijn hoofd. Midna, sla jezelf niet. Kom op. Oh, Midna. Ik ben teleurgesteld. Jij weet beter. Oké, nou. Nu doe je het. Je kunt het. Serieus. Ik had nog meer geluk bij Tomacon met de battles. Ook al krijg ik een bom in mijn gezicht en noem maar op. Ja, Tomacon was heel erg leuk, jongens. Dat wil ik wel heel eventjes melden. Ik heb echt heel veel plezier gehad in Tomacon. Heel veel leuke mensen ontmoet. Veel lol gemaakt met andere cosplayers die daar dan aanwezig waren. Dus ja, het was echt heel erg gezellig. En ik probeerde nog een videootje van te maken. Daar komt dan op Gamepit, maar dan weten jullie het eindelijk nog. Oké, dan hebben we nog Executor. Executor is dus een grasprecies type, dus daar gebruik ik Fire Flame weer heel eventjes tegen. Executor, level 41 met aanvallen, Reflect, Leech Seed, Egg Bomb en Psychic. Alles heeft Psychic. Gewoon Psychic. Psychic, Psychic. Nou, Flame Wheel er bovenop. Fire Flame Wheel. Ah, ik vind dat zo'n leuk geintje. Ik kan er niks aan doen, ik vind het gewoon leuk om te zeggen. Fire Flame Wheel. Oké, nou, ik denk niet dat het een one-hit KO... Nee, net niet. Dat is jammer. Leech Seed. Leech Seed is nogal irritant omdat elke beurt, zeg maar, dan verlies je HP naar de tegenstander. Een soort absorbeert dat automatisch iedere beurt, zeg maar, doorgaat totdat je het Pokémon verslagen hebt. Dus Enemy Executor is fainted. En we hebben dus onze eerste battle met, ja, mijn team al gehaald. Will is defeated. I can't believe it. En we krijgen er wat geld voor en hartstikke leuk, hartstikke aardig. Rob. Even though I was defeated, I won't change my course. I will continue battling until I stand above all trainers. Now, Stefan, move on and experience the true ferocity of the Elite Four. Oké, nou, geen probleem. Maar voordat we dat gaan doen, ga ik heel eventjes... ik denk dat ik best heel eventjes Umbreon kan healen. Want die heeft toch wel best flinke klappen gekregen. Dus even een limonade erop en eventjes een Pokémon wijziging maken. Eens even kijken. Welke Pokémon wijziging ga ik hier maken? Ik denk dat ik Fire Flame heel eventjes voor de volgende... Nee. Als ik move zie, dan denk ik al gelijk van tot dat dus zeg maar betekent van dat je dan je Pokémon moved van een plaats of zo. Maar Fire Flame die zal hier zeker beter bij zijn. Dus ik heb zoiets van laten we gewoon kijken hoe ver dat we komen in deze aflevering. Ik denk misschien 2-3 trainers, wie weet. Natuurlijk als je een trainer verslagen hebt, save hem eventjes van tevoren. Mocht je dus een hele slechte run hebben, dat je nog altijd, dat je dan die ene niet meer hoeft te doen. Oorspronkelijk gezien is het dus zeg maar de bedoeling... Dat je dan alle trainers weer opnieuw gaat doen. Nou, daar heb ik helemaal geen zin in. Dus gaan we naar onze Koga. Hallo Koga. I am Koga of the Elite Four. I live in the shadows and ninja. My... Zie je, daar gaat mijn stem al. My intricate style will confound and destroy you. Confusion, sleep, poison. Prepare to be the victim of my sinister technique. Pokémon is not merely about brute force. You shall see soon enough. Oké, dus we moeten tegen Koga. Die heeft een poison type team. Heel erg apart. Dus nou, laten we daar maar eens mee gaan beginnen. En hij begint met, als ik me niet vergis, met een Ariados level 40. Met de aanvallen. Double Team, Spiderweb, Baton Pass en Giga Drain. Dus eigenlijk maar één aanval waar hij mee kan aanvallen. En dat is dus zeg maar Giga Drain. En Baton Pass, daar zorg ik ervoor dat hij dus kan... Ja, hij is nogal een liefhebber van Double Team. Dus Double Team is nou niet echt de aanval
waar we zo fan van zijn, aangezien dat we dus het probleem hebben dat, ja, double team zorgt ervoor dat je dus vaker gaat missen en dat is nogal zwaar irritant. Maar met een one-hit KO hoeven we daar ons geen zorgen over te maken en Fireflame gaat daardoor een leveltje omhoog. Yay voor Fireflame! Voice crack daar. Goed, dus dan krijgen we nu Fortress en dat is een hele rare type dat je die nou gelijk al neer gaat zetten. Want Fortress is namelijk een Steel Bug type, dus, maar dat maakt niet uit. Nee, ik wil geen Pokémon changen, want ja, hier heb ik eigenlijk Fireflame het hardste voor nodig. Fortress, level 43. Met de aanvallen Protect, Swift, Explosion en Spikes. De enigste manier om aan te vallen is dus met Explosion en Swift. En ja, Fortress staat bekend om een echte defensive wall te zijn. Dus, maar ja, zijn enigste goede zwakte is dus vuur. Dus ik snap nog steeds niet waarom dat hij die nu inzet. Maar hoor je niet klagen. One hit KO. Fortress was een eitje. Ik weet het. Ik zei het dat het een defensive wall is. Maar ja, vuur is, ja, eigenlijk gewoon hetzelfde als bij Onyx Water. Dus ja. Oké, wat is je volgende? Muk. Nou, Liz, daar heb ik niet echt een Pokémon. Weet je maar, ik ga er gewoon snippet tegen inzetten. Muk, dat is zijn... waar sta je, Muk? Ik heb hier mijn lijstje bij me. Oké. Okay. Ja, snippet gaan we inzetten. Muk is op level 42 en Muk is nogal irritant. Die heeft namelijk de aanvallen Minimize, Acid Armor, Sludge Bomb en Toxic. Wat hij gaat proberen te doen is hij gaat zijn evasion helemaal tot de max krijgen. En die gaat dan tenminste proberen te krijgen. En het grootste nadeel is dan gaat hij Toxic doen en dan gaat hij langzaam proberen jouw Pokémon dus zeg maar zo te KO'en. Hij heeft ook een aanval Sludge Bomb. Ja, dat doet dus zeg maar ook Poison Damage. Zeker niet erg handig om die dus bij je te hebben. En hoe gelukkig. Toxic is dus niet als gewone poison aanvallen. Dat zorgt ervoor dat je dus meer schade gaat doen. Hoe langer dat battle zeg maar duurt. Laten we het afmaken met een bite. Waarom ook niet. Oké, nou doet hij een gewone aanval. Niet vergiftigd raken. Braaf. En ik mis. Doe. Ik mis. Daar ben ik het niet mee eens. Ik heb hier problemen mee. Ik heb hier hele grote problemen mee. Ik weet dat je Minimize hebt gedaan, maar dat wil niet zeggen... Tuurlijk ben ik nou gepoisoned, maar dat wil niet zeggen dat jij zomaar mijn Pokémon kan poisonen en één keer kan missen. En natuurlijk krijg ik als laatste een critical hit. Oké, nou, Snippet is heel eventjes out of the question. Die kunnen we hier natuurlijk niet voor gebruiken. En nou komt hij met een Venomoth. Oké. Venomoth is... Even kijken, welke Pokémon wil ik er eigenlijk voor gebruiken? Want het is een Bug Poison type. Zeg ik dat goed? Ja, dat zeg ik goed. Dus Zeritant valt al af. Ik denk dat ik de Fireflame ook weer voor ga gebruiken, aangezien dat het toch weer een... ja. Dus Venomoth, level 41, met de aanvallen Supersonisch, Gust, Psychisch en Toxic. Het heeft dus een vliegaanval en een psychische aanval, dus ja... Het is geen psychische Pokémon, daar moet je je niet in vergissen. Dus tenminste, dat dacht ik. Ik zet het wel even in beeld als ik hem als ik het mis heb, maar volgens mij is het een... ja, Bug Poison type, dus... maar goed, Fireflame... Wiel die bijna one hit KO hem. En nou gaat hij Toxic doen en dan ben ik niet... Oké, okay, gelukkig hij mist. Oké, okay, Quick Attack om het af te maken. Valt me nog mee dat we nog geen potions hebben gezien. Touwelig. Potions. Oké, okay, sorry. Even off-topic. Moet gewoon kunnen. En zijn laatste Pokémon is een van mijn favorieten natuurlijk, Crobat. Crobat, daar denk ik aan om Bolt eventjes tegen in te zetten. Aangezien dat het dus een flying poison type is. Bolt komt op... Of Bolt. Bolt komt... Ja... ja, Crobat level 44, zoals jullie al zien. Ik was daar een beetje te traag mee. Die komt uit de aanvallen. Double team. Blech. Quick attack, wing attack en toxic. En ja, toxic wou ik mijn Crobat dus ook leren. Het enige nadeel is... oh, dit is niet goed. Het enige nadeel met toxic is dus... oh, ik raak hem ook nog. Die komen we pas veel later in het spel tegen. Nou ja, veel later komen we hem bijna tegen, maar niet hiervoor. En one hit KO, Bolt, je bent gewoon geweldig. Bolt, je bent masterlijk. Ondanks een double team heb je nog met Thunder geraakt. Je bent geweldig, je bent awesome. Ah, you have proven your worth. Juist. Dat je het maar weet, Koga. I subjected you to everything I could. Master. But my efforts failed. I must hone my skills. Go on to the next room and put your abilities to test. Dat zullen we zeker doen. En we zitten nou op, even kijken. We zitten nou op 14 minuten. Ik denk dat ik er nog wel eentje... Oh ja, ik moet eventjes mijn Pokémon healen. Laten we daarmee eens even mee gaan beginnen. Nou, ik heb natuurlijk full heals ingeschakeld. Zodat we onze Pokémon wel kunnen healen. Onze Snibbit heeft een behoorlijke beating gekregen. Dus had ik mijn melk nou al gebruikt? Volgens mij wel. Weet je wat, gebruik ik gewoon toch twee super potions. Oh, dat is een super... Goedemorgen, ook al is het middag.
laten we daar eens heel eventjes gewoon grapjes over gaan maken. Max Potion, Full Heal Lemonade. Ja, weet je waar, ik gebruik wel een... ik gebruik wel twee Fresh Waters. Ik bedoel, waarom heb ik Fresh Waters? Maakt niet zo van uit. Maar ja, de volgende trainer dus waar we tegen moeten gaan vechten. Dat is een specialist in vechttypes. En ik weet, we hebben Kinkyheid, hebben we eigenlijk nog niet in beeld gehad. Komt nog wel. Maar Zeritand hebben we ook nog niet in beeld gehad. En Zeritand is de perfecte Pokémon om hiermee te gaan openen. Aangezien dat het een vliegpokémon is. Dus jullie zullen wel zien waar ik het over heb. Lebal! Ik wist niet tot we in Minecraft aan het doen waren. Ja, ik weet dat jullie missen Minecraft. Niet dit weekend, maar volgend weekend komt Minecraft weer terug. Beloofd! Daar zet ik een stapel op. Ik zorg ervoor dat het terug zal komen. Al is het het laatste wat ik doe. Oké, nou, dat moest gewoon een leventje zijn. Oké, zoals altijd doen we weer een leventje 7. En ja, ik weet het, 30 uur, dat klinkt een beetje overdreven. Maar sommige momenten hebben het, heeft het spel gewoon dus zeg maar aangestaan. Zonder dat ik bezig was met spelen. En eigenlijk met een lijst zoals hiernaast. En op, dus, maar goed. Bruno. I am Bruno of the Elite Four. I always train to the extreme because I believe in our potential. That is how we became strong. Can you withstand our power? I see no fear in you. You look determined, perfect for battle. Ready, Stefan? You will bow down to our overwhelming power. Ho ha! Gotta catch 'em all. Oké, dus Bruno, ja, die begint normaal gesproken in de vorige versie had ze dus zeg maar heel veel Onyx en steentypes en alles. In deze begint hij met een Hitmontop. Hitmontop is op level 42, als ik me niet vergis. Ja, nou ben ik weer sneller dan het spel. Ah, doe maar lekker spinnen. Oké, Hitmontop level 42 met aanvallen. Pursuit, Quick Attack, Dig en Detect. Detect zorgt ervoor dat je hem niet kan aanvallen, dus dat is zeker een hele irritante aanval. Hij doet Quick Attack natuurlijk omdat hij flame is. Doet bijna geen schade, haha. Mijn Crovet is een defense wall. La 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 la. Ah, dit is zo flame. En hoezo was jij eerder? Oh ja, Quick Attack. Ja, we missed. Though we missed. Oké, gaan we nog een keer. Als hij nou hierna weer detect gaat doen, dan word ik heel erg... Then I'm going to be very angry. Oké, Fly gaat dus geen effect hebben op hem, omdat hij dus de hele tijd irritant gaat lopen doen met zijn detect. Zwaar irritant. Of zou ik zeggen, zeritant. Nou goed, dan doen we gewoon Wing Attack. Dan gaan we hem gewoon naar beneden halen met Wing Attack. Ik vind het prima. Dus hij heeft 2 cheap hits gekregen door zijn detect. Dus op zich wel een hele goede combo, al geef ik dat niet graag toe. Maar ja, Wing Attack, die doet decent schade. Dus nog een keer Wing Attack. Quick Attack doet gelukkig niet zoveel schade, dus echt bang hoeven we daar niet voor te wezen. En Hitmontop is een ex-Pokémon. Oké, dat niet, hij is gewoon gefeed. Oké, nou we krijgen daar onze experience voor. En wat wordt je volgende trainer Pokémon gebeuren? Oké, hij begint met een Onyx. Onyx. En dat wordt dus eigenlijk de tijd zeg maar om onze goede vriend Kinkyheid maar eens eventjes in te zetten. Onyx is level 43 met de aanvallen Bind, Earthquake, Sandstorm en Rock Slide. Dus zeker een gevaarlijke Pokémon, maar het is een enigste steen grond Pokémon die hij heeft. Dus, nou, Surf is super effectief tegen hem, Earthquake is super effectief tegen hem, Ice Punch. Alle aanvallen die ik hier heb zijn super effectief tegen hem. Dus ik doe gewoon Surf aangezien dat ik zijn Attack type bonus heb. En nog eens een keer Mystic Water. En nog eens een keer dubbel omdat het, ja, het een dubbele zwakte is. Dus 4 keer de dubbele kracht ook nog eens een keer. Dus ik... Dit is one hit KO. Dat kan niet anders. Hahaha. Ik hou ervan als ik gelijk heb. Oké, dus Kinkyheid. Ja, Onyx geeft niet zoveel experience. Wat eigenlijk best wel jammer is. Goed, wat is je volgende? Hitmonlee. Op welke bladzijde? Want er zijn 2 bladzijden. Dat is best wel vervelend. Hitmonlee. Die komt met... daar zetten wij onze Zeritan natuurlijk weer voor in. Psychische types willen hier ook heel erg goed tegenwerken hoor. Hitmonlee komt aan op level 42 met aanval, swagger, double kick, high jump kick en foresight. Dus deze die kan mijn fly niet ontwijken, daar ben ik eigenlijk best wel blij om. En aangezien dat hij geen quick attack heeft, ben ik sneller. Doe eens high jump kick, vind ik leuk. Hey, swag er mist, want swag bestaat niet in Pokémon. In Pokémon heb je geen swag, in Pokémon heb je fly. Want dan word je high. Ik weet het niet precies. Maar goed, Swag heeft geen effect. Oké, dus Zeritant heeft behoorlijk veel knallen daarvoor gekregen. En dan begint hij met zijn Hitmonchan. En Hitmonchan kan een beetje gevaarlijk zijn. Dan wil ik wel gewoon mijn dingen gebruiken. Hitmonchan level 42, ik ben eerder. Die heeft de aanvallen Thunder Punch, Fire Punch, Ice Punch en Mag Punch. Dus die heeft alle punches. Die kan behoorlijke klappen uitdelen. Natuurlijk zijn wij weer sneller. En ik neem aan dat hij nou Thunder Punch gaat proberen. Ice Punch, ja, dat zou ook super effectief zijn. Maakt niet uit.
Als het goed is, is dit ook een one-hit KO. Zeer irritant. Je bent supersterk. Goed zo. Normaal gesproken had ik altijd problemen met hem. Maar ja, de laatste Pokémon van hem, die is natuurlijk het allermoeilijkste. Deze is echt gevaarlijk. En dat is dus Machamp, zoals je dus al zag. Machamp, die komt met een zeer gevaarlijke moveset op level 46. Hij komt aan met de aanvallen Rock Slide, Foresight, Vile Throw en Cross Chop. Rock Slide is de aanval waar we dus hiervoor uit moeten gaan kijken. Want Rock Slide... ja, die is super effectief tegen onze Pokémon. Dus daar willen we zeker voor uitkijken. Goed. Ik sta er eigenlijk nog wel van te kijken tot we op dit punt nog geen items nodig hebben gehad. En nou doet hij Rock Slide! Is irritant. Kun jij dit overleven voor mij? Overleven, 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 overleven. Oké. Okay. Nou, Snibbit is niet echt hier in het voordeel. Ja. Het probleem is, ik heb nou heel erg veel Pokémon die zwak zijn tegen vechttypes. Snibbit is er zwak tegen, Midna is er zwak tegen, Bolt is er zwak tegen. Dus dat houdt Fireflame en Kinkyheid over. Weet je wat, Kinkyheid heeft weinig screentijd gehad. Dus we gaan gewoon Kinkyheid proberen en we doen gewoon een aardbeving. Laten we hopen dat dat goed werkt. Oké, okay, Cross Chop mis. Earthquake, maakt dat het af? Yes! Kinkyheid, je bent geweldig. Zonder Kinkyheid was Swag niet mogelijk geweest. Oké, okay, nou, weet ik veel. Dus, why? How could we lose? Omdat jij alleen maar één type vechtpokémon gebruikt. Having lost, I have no right to say anything. Go face your next challenge. Oké, okay, nou dan ga ik heel eventjes zeggen naar de kijkertjes. Ik dank jullie voor het kijken. Willen jullie weten hoe dat gaat verlopen? Morgen gaan we natuurlijk naar de grand finale van de Elite Four. Dus ja, heb je een leuk zo'n momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En een like als je daar ook de tijd voor hebt. Want ja, dat is mijn catchphrase ondertussen. Ik weet ook niet hoe dat komt. Dus ja, ik zie jullie morgen. En tot dan. Offscreen ga ik heel even mijn Pokémon healen. En ga ik heel eventjes babbelen over hoe dat hij misschien verschillende types moest gaan hebben. Dus tot dan. Doei!